Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian Landschraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 39 hier in Frankrijk. Ronde nummer 7 alweer, nog één race en dan zitten we op de helft van seizoen 3. Het gaat al lekker hard, maar heb je die vorige video in Oostenrijk gemist, zal ik die eerst even terugkijken. Voordat je deze dus gaat zien, we pakken dan onze tweede achtereenvolgende podiumfinish. We werden daar tweede achter Max Verstappen. We hebben het uitstekend goed gedaan tot nu toe. Twee podiumplekken gepakt, één overwinning gepakt. En ja, wil je al die aflevering even terugkijken, dat kan. Druk dan ook even gelijk op het i'tje. Dan zie je ook de playlist samen met de vorige video. Interessant. Dat is heel interessant. En ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F1 22 My Team Career Mode content. We gaan lekker met de abonnees. Dankjewel daarvoor. 155 abonnees aangetikt. Later pushen naar die 160 abonnees. Dus ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Volg me even op de sociale media. @GianLandschraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. We gaan de kalender even lekker opvullen met allerlei activiteiten. Er komen updates aan. Nice. Twee majors, dus dat is goed genoeg. Klimmen richting Williams. Dus ja, we zitten er wel aan te komen, maar de auto is op sommige delen nog niet goed. Gaan een aantal nieuwe componenten op de auto zetten. Dus verwacht aan het einde van het seizoen misschien een paar gridstraffen. We staan dus vierde in het coureursklassement na twee podiumplekken. Doen we goed. Een overwinning gepakt in Canada en tweede geworden in Oostenrijk. Maar goed, dan is het op naar de kwalificatie voor aflevering nummer 39 van F1 22 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij het eerste kwalificatiedeel. Het is hier mooi zonnig weer in Frankrijk. Goed om te zien, geen regen voorspeld. Wel misschien in de race, maar dat kan tegen het einde van de rit aankomen. Dus daar hoeven we op dit moment ons geen zorgen over te maken. Waar we ons wel zorgen over moeten maken is Q1. Want de vraag is, komen wij door naar het tweede kwalificatiedeel? Pakken daar per ongeluk al een track limit waarschuwing in de eerste bocht? Kom aan bij het einde van mijn eerste run in Q1. En dan is het zometeen, ja, afwachten op welke positie wij gaan eindigen in onze eerste run. Carlos Sainz noteert de snelste race ronde met een 1.31.2 volgens mij. En wij noteren een 1.31.3. Met een 1.32.3, excuseer, sorry. Een 1.32.3. Zijn we aanbeland bij het einde van Q1. Het is al wat bewolkter geworden. Daar zit Verstappen namelijk aan de buitenkant. Ik weet niet wat hij aan het doen was. Maar moet er echt even op zijn tellen gaan letten. Dat hij onze ronde niet verstoort. Iets te wijd in bocht nummer 2. Pakken daar ook een track limits waarschuwing helaas. Dan komen we aan bij het einde van mijn laatste run in Q1. Zitten op dit moment op de laatste plek. Zijn ons aan het verbeteren. En dat is P11 volgens mij, als ik dat goed zeg. Het is P12 geworden. Zijn we aanbeland bij het einde van Q2. We gaan maar één run doen op deze band. En dan kijken of wij door kunnen komen naar het laatste kwalificatiedeel in Frankrijk. Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren, maar ik verwacht van niet. We staan het op een P16 met nog geen tijd. Maar goed, dat weten jullie denk ik ook al. De eerste twee bochten nemen wij heel erg goed, jazeker. Helaas daar een track limit waarschuwing iets te vroeg ingestuurd. Ik weet niet wat Lando Norris hier aan het doen is, maar die haalt mij gewoon in. Terwijl ik met een snelle run bezig ben, dan pak ik hem daar mooi even terug. Maar ik weet niet wat er met de Brit aan de hand is. Die wil gewoon mijn run gaan verstoren. Ja, wat doet Norris? Wat doet Lando Norris? Het wordt hier een soort van mini-race tot aan de vlag, denk ik.
Norris kan er niet voorbij, wij laten hem ook niet voorbij. Is ook gewoon niet de bedoeling dat hij ons gaat inhalen op een snelle run. Dat is zeker niet de bedoeling. Deze bocht mis ik helaas een beetje de apex. Daardoor schiet ik wat van de baan af. En komen aan bij het einde van mijn laatste run in Q2. DRS geopend. En dat is een P16. De vlag hangt uit. En Norris heeft ons geraakt op de achterkant. De vloer is beschadigd, maar het is geen probleem. Carlos Sainz de snelste in Q2. Charles Leclerc op P2 in Q2. Russell op P3. Hamilton 4, Perez 5, Latifi 6, Max 7, Fernando Alonso 8. En wij dus helaas op de laatste plek in Q2. P16 dus, dat is onze startgrid. Hopelijk kunnen we er toch nog iets van gaan maken. Daar gaan we dan voor aflevering nummer 39 van F1 22 My Team Career Mode. Ja, laten we kijken wat het gaat worden. Welcome along to France, one of the great racing meccas, host of the world famous Tour de France, and widely thought of as giving birth to the art of motor racing in the late 1800s. How far we've come since then. As this year's race gets underway, it's time, of course, for the French Grand Prix. The Paul Ricard circuit then is a 3.6 mile track, 25 miles east of Marseille. 15 corners here, 6 to the left and 9 to the right, with the main overtaking chance expected to be going in to turn 8. Top speeds today should be around 205 miles per hour. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Charles Leclerc lines up on pole position. A very happy Carlos Sainz will start second. As we continue through the rest of the grid today, we have Russell, Norris, Max Verstappen, and Hamilton. Fernando Alonso, Perez, Gasly, and Nicholas Latifi. Tsunoda, Albon, Kevin Magnussen, the Professor, Stroll, Joe, Daniel Tictum, and Teo Pourchaire. Schwartzman, Ocon, they've taken a grid penalty. Richard Vachon and Mick Schumacher. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. A warm welcome to Natalie Pinkham, who is beside me in the commentary box today. We should talk about Williams. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within the team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that has definitely contributed to the performances we've seen. Okay, now that we've got some good points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Nou, dankjewel Mark. Je zegt het weer op zo'n hele fantastische manier. Toet toet, boing boing, is lekker. Ja. Mooi. Aan het einde van de rit dus regen, maar ik ben benieuwd of die ook gaat vallen, ja of nee. Dat zullen we maar even zien. Een eenstopper, medium hard is de strategie. Gaan we erom beginnen voor de formation lap hier. Starten we dus vanaf een P14 op de grid. En komen iets te enthousiast weg. Dat is helaas een spin in de formation lap. Dat zie je niet vaak van mij, maar toch gebeurt het helaas. En helaas heb ik deze hele opbouwrunnen eigenlijk helemaal weggegooid. Rijden dus officieel dus nu helemaal achteraan. Dus moeten heel veel mensen gaan inhalen. Voordat we zometeen bij start-finish komen. Banden zijn gewoon nog koud. Die moeten wij ook zien op te warmen. Hetzelfde geldt voor de remmen. Dus ja, maar eerst terug naar onze oude positie. P14. En dan zijn we gelukkig terug op onze oude positie. En dan wordt het tijd voor de start van de Grote Prijs van Frankrijk voor aflevering nummer 39 van F1 22 My Team Career Mode. Gaan een beetje schuin staan om proberen Stroll af te knijpen bij de start. De lampen gaan aan voor de Grote Prijs van Frankrijk van F1 22 My Team Career Mode. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg en komen matig weg. Stroll is al gelijk beter weg. Flink wat wielspin al te pakken.
en gelijk 3 posities verloren aan bijvoorbeeld Tictum en Joe. Daar aan de buitenkant zat Schwartzman, maar wij kijken hier weer terug bij die 2 rijders, Joe en Tictum. Ook proberen hier Magnussen in te halen. Stroll haakt een beetje in onze wielen helaas. Aan de buitenkant kijken van Magnussen, lukt dat? Nee, want Tsunoda blokkeert ons. Hier is het even duwen en trekwerk tussen heel veel coureurs. En daar zit Albon, die is Latifi voorbij voor P10. Aan de buitenkant kijken van Yuki Tsunoda. En dat lukt, jazeker, dat is P12. Maar iedereen is hier heel snel op het rechte stuk. Tsunoda aan de binnenkant is er voorbij. Hetzelfde geldt voor Magnussen. Nee, voor Magnussen niet. En daar vallen we Tsunoda terug aan. Jazeker. Dat is nog steeds P12. Een prima start hier in Frankrijk. Latifi op P11. Albon op het P10. Tsunoda zit misschien te kijken. Aan de buitenkant. Maar hij schiet daar iets te ver door. Wij zitten nog steeds op een P12. Zitten we in ronde nummer 2. Als we daar aan de buitenkant van Latifi kijken, kunnen wij er voorbij? Nee, want Latifi heeft een betere exit. Betere tractie op die banden. Wij moeten nog even geduld hebben. En we zitten in ronde nummer 3 van de race. DRS beschikbaar gesteld door Race Director. Kunnen we zo meteen gebruik van gaan maken om de aanval naar Latifi weer te openen. We moeten ook gaan uitkijken voor Yuki Tsunoda die achter ons rijdt. Dat gat is 2/10. Tot nu toe geen regen voorspeld. En daar aan de binnenkant een andere lijn nemen dan de Canadees Latifi. En dat is P11. Jazeker, goed gedaan. Op naar Alexander Albon voor P10. En hebben ook gelijk DRS. Maar kunnen er denk ik niet naartoe rijden. Nee, want Albon is zo snel op dat rechte stuk. Hetzelfde geldt voor Latifi die misschien terug kan aanvallen. Nee. Latifi kan niet terug aanvallen bij ons. En dan zit in ronde nummer 4. Als we daar weer op hetzelfde punt, dit keer Alonso, hebben ingehaald. Waar is Albon? Geen flauw idee, maar Albon is ver teruggezakt. Rijden ze nu op P9. 2 punten erbij als we zo zouden gaan eindigen. Pakken weer belangrijke punten voor het team en voor mijzelf. Dat zou betekenen dat wij gewoon op 1 race na, ja, in de punten zijn geëindigd. In de punten zijn geëindigd op 1 race na. Dus dat is heel knap. Wat we in seizoen 2 niet konden, kunnen we nu wel in seizoen 3. Jazeker. Punten pakken, punten pakken, punten pakken. Maar ik wil graag meer dan alleen punten pakken. Ik wil voor de race overwinningen meestrijden. Ik wil voor het kampioenschap meestrijden. En het gaat denk ik niet gebeuren in seizoen 3. Dan moet het maar gaan gebeuren in seizoen 4. Maar de tijd begint wel te dringen helaas. In ronde nummer 12 zitten wij, als er nog 15 rondes zijn te gaan. En daar zit Latifi te kijken. Voor P9 aan de buitenkant. Zij aan zij. Lukt niet. Alonso met een mechanisch probleem, meldt Mark Priestley in ronde nummer 12. Gaat Alonso hier dan uitvallen in de wedstrijd? Weet ik niet. Wat we wel weten is dat we naar binnen gaan. We gaan naar binnen voor de harde band voor onze laatste pitstop van de dag. Hamilton en Gasly zijn al naar binnen gedoken. Magnussen duikt mee naar binnen. Hetzelfde geldt voor Albon, Tsunoda, Alonso en Latifi zijn doorgereden op de mediumband. Gaan een ronde langer door en wij plegen dus de undercut op die 2. 2,5 kon wat sneller, kon veel sneller zelfs. 3/10 maar liefst, maar goed, het is wat het is. Komen terug op P19. En moeten nu een zo snel mogelijke outlap zien te maken om jongens zoals Latifi en Alonso in te halen tijdens de pitstops. En die hebben wij mooi ingehaald in ronde nummer 19, want die 2 zijn naar binnen gedoken. Latifi kwam dus pal achter onze neus weer de baan op, dus daar mogen we van geluk spreken. Hij heeft hier wel DRS en die McLaren auto rijdt met Mercedes motoren,
Daar zit hij te kijken naar de buitenkant. Is er voorbij, maar wij geven niet op. Doen dit uit agressie. Ik wil punten binnen gaan halen. En dan gaan we alles op alles zetten om dat te kunnen voltooien. Liefst 2 punten. Want 2 is meer dan 1. Maar goed, dat weten jullie denk ik ook wel. Latifi aan de binnenkant. Daar lukt het meestal niet, jongen. En hij kiest daar eieren voor zijn geld. En moet daar even buiten de baan. Het is wat bewolkter geworden hier op het circuit van Paul Ricard. En dan zitten we in ronde nummer 27. Sainz met dat snelste raceronde. Verbetert dat nog eventjes. Leclerc pakt dat op last minute van hem af. Maar Sainz wint hier de race in Frankrijk. Pakt voor het eerst hier in seizoen 3 zijn tweede grote prijs. Want tot nu toe hadden we gewoon heel veel verschillende winnaars. Uit de eerste 6 grote prijzen 6 verschillende winnaars. Maar nu is het Sainz die zijn tweede overwinning pakt. De band is gebroken. Wij pakken een 9e plek. 2 punten erbij voor het team en voor mezelf. Goed gedaan, is het op naar de volgende wedstrijd. En het is in Hongarije. Well, what a drive that was to take the win for Ferrari today. So, Nathalie, what do you think helped them deliver this result? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalize on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. Looking at the podium, you can see that red suit, familiar to fans across the globe. A world-class win for a world-class team. Ferrari, do it again. Goed, hier hebben we dan dus de race-uitslag. Carlos Sainz wint de grote prijs van Frankrijk. Norris naar P2. Ocon krijgt drive of the day. Niet verdiend, want wij zijn van P14 naar een P9 getrokken. Ocon is niet eens in de punten geëindigd. Meid, waar ben je met je kop mee bezig? Maar goed, we stappen op het podium. Leclerc pakt toch nog de snelste race van het punt. Russell 5, Perez 6, Hamilton 7, Gasly 8, wij dus naar P9. Goed gedaan en Latifi op de laatste plek. We scoren 20e, 1 uitvaller, Guangyu Zhou. En wij zakken terug tot P5 in het coureursklassement. Want Russell heeft ons ingehaald. 1 punt verschil naar Russell. En 4e in het constructeurskampioenschap. Maar goed, McLaren zit er ook aan te komen. Dus wij zouden in principe gewoon 5 kunnen eindigen in het constructeurskampioenschap. Dat betekent gewoon prijsgeld. Maar ik wil graag voor de wereldtitel vechten. En dat is na 3 seizoenen nog steeds niet het geval. Dus de tijd begint te dringen. En ook voor Richard Verschoor, want hij presteert niet goed. Verschoor presteert gewoon niet goed. In Bahrein had hij zijn uitschieter, podium. Maar daarna is er niks meer van gekomen. Dat vind ik echt zonde. Dus hij moet beter zijn best gaan doen, anders is het exit Verschoor. En dan gaan we kijken voor iemand anders. Misschien zelfs in de tweede seizoenshelft. In totaal 18,42 miljoen dollar op de bank. Goed gedaan. Maar nogmaals, mocht Verschoor het tempo niet gaan verhogen, dan moeten wij helaas afscheid gaan nemen van de landgenoot. Dat zou jammer zijn. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs en video. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan en vertel me of je het niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal, abonneer dan voor meer wekelijks F122 My Team Kermit content. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. We gaan lekker met de abonnees, 155 abonnees dus bereikt. Dankjewel daarvoor, laat de push naar die 160 abonnees. En volg me even op de sociale media, @Gianan_Schaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was Gianan mensen, tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer. Pinkham, come on. Who do you pick? Let's give it to Esteban Ocon. Esteban Ocon. Esteban Ocon.